Ik heb nog altijd heel veel last van mijn rug. Vandaag is het redelijk fel dat ik last heb van mijn rug. Ik ga dus vandaag niet te veel doen. Ook nog niet, dus mijn pijn doet heel veel pijn aan mijn onderrug en mijn nek. Ja. Maar ja, het leven gaat verder, het leven gaat verder. Allee. Ik heb mijn klasje nog eens opzetten. Voilà. Past ook met mijn tenue. Voilà. Oh, en ik ga hier alles zo goed mogelijk dicht houden, omdat het dan hier ook fris blijft op mijn appartement. Want gisteren was het echt bakken. Oh, daar is hij. Mijn bovenbuurman is juist thuisgekomen. Jee. Dus ja, ik ga kijken wat ik nog een en ander kan doen vandaag. Kan zijn, ja, mijn schatje gaat ook naar hier komen. Dat is ook al goed. We gaan hier dan even ook Rummikub spelen. Want bij haar gaat het ook nog niet 100% goed. Ik kan het zo zeggen. Allee, tot straks allemaal. Amai man, wat een weer. En ik dus sandwiches gaan kopen. Redelijk spotgoedkoop voor 15 sandwiches, 95 eurocents. Daar moet je dus niet voor zorgen. Dus daarom kom ik ook altijd naar hier toe. Voor dat het hier eigenlijk gewoon een koopje is richting sandwiches. Maar het duurde zo lang aan de kassa dat ik last krijg van mijn rug. Godver. Voilà. Het doet gewoon pijn. Het doet gewoon ontzettend pijn. Allee, ik zie u het zelfs allemaal terug, want ik moet nu nog naar de oké toe. Zo, hier bij de oké aangekomen. Gaan we de laatste benodigdheden kopen. Dat is melk, koffie. Oh, ben ik de hosp thuis vergeten van de koffiepot. En dan kan ik het nergens in doen. Ik geef u dat straks gelijk mee. Oké. Okay. Als je mee naar boven komt. Voilà, ik kan geen koffie nu drinken. Nee, nee, dat kan toch wel goed. Dat kan toch wel goed. Dus, ja. Je zit in het kaffee. Ah ja, ik ga dat gewoon halen. En ik ga gewoon een kar halen. Met mijn eigen vlog. Hebben jullie nog nodig? Nee. Ah, dan pak ik hem wel over. Alsjeblieft. Dank u. Ook vriendelijke mensen hier. En nu eens kijken naar de koffie. Is dat hier al in? Ja. Koffie, 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 koffie. Koffie, voilà. Mijn koffie. Check. Dan nog de melk. Ai. Ik hoor al net aan de andere kant, de melk is er niet meer. Dan kijk eens, trek eens. Jawel, 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 ik zie ze toch nog staan. Ah nee, dat is soja. Dat is soja, dat zeg ik toch. Ja. Dan ga ik het dus, ja, ik ga eens even hier aan de medewerker vragen wanneer dat die terug binnenkomen. Zo, een heerlijke brunch nu doen, even. En dan wat Rummikub spelen met mijn schatje. Maar ik denk dat ik toch wel mijn bureaustoel ga nemen voor mijn rug. Want als ik op zo'n stoel zit nu, dus zo'n stoel, dan heb ik toch nog redelijk wat last van mijn rug. En ja, ik heb al een Daflegon ingenomen. Een paar uren terug. En ik denk dat ik dat zelfs opnieuw ga doen. Ik zie echt af. Ik zie echt af, mensen. Sorry. Sorry, 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 sorry. Dan heb ik nu juist de koffie gezet.
voilà. Kijk, en als jullie weten... Nee, ik heb het niet vragen. Nee, mensen. Ik heb het niet vragen. Nee. Nee, gewoon even wachten nog tot de koffie te koeien is doorgelopen. Terwijl ben ik dan nu mijn sandwichjes ga ik dan klaarmaken. Ik heb er 1, 2, 3, 4 eten. En ik ben nog iets vergeten. Mijn schat moet zelfs toch maar dan de koffie gewoon maar meenemen. Ah. Lekkere salami worst zonder look. Oh ja, en ik ga zelfs ook nog iets doen. Wat ik gisteren nog ben vergeten, iets kleinigheids. Mails te beantwoorden. Dat moet ik ook nog zelfs nog doen. Dus nu ga ik eerst mijn sandwiches smeren. Er ging een alarm af van een auto. Ben nu aan het kijken of ze het gaan afzetten. Ja, de schaaf daar mensen, de schaaf. Zo gebruiken ze hun toeter dan precies. Als ze gaan schaften of zo, ik weet het niet. Mijn matras, daar moet ik ook weer al iets op voorzien, dat die SL'd geraakt. Misschien met de kamelen derbypunten, zoals eentje te laten bestellen. Van ophalse kermis of zo. Ja. Voilà, nu ga ik de boter smeren. Op sandwich nummer 1. Sandwich nummer 2. Dan op sandwich nummer 3. En dan nog op sandwich nummer 4. Voilà. Dan pakken we de choco erbij. En daar gooien we dan ook weer een klats erop. En mijn beeldscherm is weer al aan flikkeren. Ik weet niet hoe dat komt. Materiaalverslettage of zo, ik weet het niet. Ik kwam niet op dat mesjes gedeelte, hè mensen. Schatty? Voor mij. Ja, hoe is het al met de koffie? Een half. Oké. Kan ik nog rustig op mijn gemakje nog mijn sandwiches klaar krijgen. Voilà mensen. Ik denk zoiets. Ah, oké. En dan ga ik subiet ook... Oei, ik heb jullie even weggezet. Oei. Achter mijn Nutella-pot. Jonge. Voilà, zo. En wat ik dan ook nog altijd doe, dus don't try this at home. Dit. Want dat zo lekker is, hè, die Nutella. Maar dat mag nog wel niet, hè. Waarom niet? Dat kan je tong niet open gaan. Daarom dat ik ook altijd op de bottenkant mijn tong leg. Ja, maar voor kinderen is dat niet goed als je dat zo doet. Dat is ook weer waar. Dus jij hebt het goed. Hè? Kinderen, doe het alsjeblieft niet. Ja, ik weet niet of er kinderen kijken, maar... Dat weet ik dus ook niet. Nee, de koffie is nog niet doorgelopen. Alhoewel, de familie van... Oh ja. Allee, maar ja. Mensen, ik ga jullie laten nu. Ik ga nu rustig op mijn gemakje lekker eten. En hier heb je mijn hand en straks mag je mijn gezicht zien. Zal ik het nu laten zien? Nee. Grapje. Ik ben nog goed wakker. Ik weet het. Maar zie dus mensen, kinder, wat een weer. Oho. Dus zwaar bewolkt. Ik denk dat het nog zelfs nog een en ander gaat uitvallen. Ik heb hier nog koekjes. Ja. Allee mensen, ik zie jullie zelfs terug. Jojojo.
Voilà. Ik ga ze wat opruimen. Afval, jee. Heb je ook nog afval? Nee. Oh, echt waar, mijn rug tot een mette. De spieren zijn nu goed aan het werken. Ik voel het. Met die ploeg zei amai, akelig en nog geen nieuws dat hij gevonden is. Ik zeg nooit, ze dachten van eerst van wel, maar was hem niet. Lieke wel hardop, maar niet hij dus. Klopt. Ik voel me ook niet goed, alleen die en alleen Dimi is onderzocht. Zegt zij erop, dat is erg schrikken. Ambulanceer ik u niet onderzocht? Nee. Dan heb je terug daarop geantwoord? Nee. Oké. Okay. Ja. Ja, dat ik het hier wat onderhouden, hè, mensen. Ik ben, zoals ik zei, van mijn appartementje meer en meer en meer en meer en meer en meer aan het opruimen. Oh. Maar voor echt rond te lopen of zo. Is zeer, zeer, zeer moeilijk. Ik heb heel veel last. En dat is niet leuk. Ik wens het niemand niet toe. Voilà. Ik wens het echt niemand niet toe. Echt niet. Dan heb ik zelfs nog spaghetti. Mijn huisarts is nog op verlof. Ja, mijn huisarts niet. Ja, mijn huisarts is... Moet ik dan vragen of ze u ook willen? Dat mag. Ja, voor mij ook nog eens een onderzoekje te laten gebeuren. Daarom dat Pia aan het bellen is. Dus ik krijg jullie nu laten. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo mensen, we gaan nog even een klein dokteronderzoek doen. Toch dat we toch nog redelijk last blijven hebben van onze rug. Ja. De restanten van het ongeval, maar dat komt nog wel allemaal wel in orde. En ik ben nog altijd stiekepot. En ik weet niet hoe het komt, want ik heb heel weinig gedaan. Want ik heb ook nog... Er is ook nog juist iets nieuws uitgekomen op Windows, Google Play. Want nu kun je ook via Google Play Games ook op Windows spelen. Oké, dat kon je vroeger ook, maar dat was dat via een illegale softwareprogramma. En dan hebben ze dat... Ik weet niet of die softwareprogramma dan terug offline is gehaald, ik weet het niet. Maar... Ja, ja, ik zal direct eens kijken. Dus ja, en dan hebben ze blijkbaar via Windows besloten om ook Google Play dan op Windows te activeren. Even haar binnen laten. Anders vraag ik aan mama 2 euro om te storten. Hè? Ja, maar ik ga direct kijken. Oké. Allee mensen, ik ga jullie nu laten. Ik ga nu richting haar dokter rijden. En ook kijken als ik 2 euro heb. Yo. Zo, hier bij Bea, haar dokter aangekomen. Gaan we even op kleine onderzoekskunde uit. Ja, ik heb jouw kant gesloten. Dus ja, kijk wat er juist allemaal aan de hand is. Ook naar mij, naar mijn rug. Even anders zal dat gewoon de spieren zijn. Uit. En dat komt toch wel allemaal wel goed. Voilà, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo mensen, ik ben terug buiten bij de dokter van haar. Ik heb daar ook even op Pokémon Go gespeeld. Het is zwaar bewolkt, jullie zien het. En ja. Wat had ik voor gevreesd had, kwam uit in mijn gedachten. Guinea.
Ja. Ach ja, oei oei oei. Bijna mijn deur tegen de andere auto daar zo aan. Niet goed hè, Dimi. Niet goed bezig. Maar dat is er niet tegengekomen. Die papier, moet je die ook bewaren? Van? Ja, eens even kijken wat voor papier dat is. Ik moet een afspraak te maken voor de kini. Maximum aantal zittingen, 9. Ja, die moet je echt bijhouden en afgeven aan je kinesist. Maar niet voor... Apotheek bedoelt je? Nee, onderzoek. Nee, dat hoeft niet. Dat is alleen maar, dat moet je gewoon aan de kini geven en dan, dat is al meer dan genoeg. Want je krijgt altijd bijvoorbeeld, als je naar de dokter zit geweest en de dokter stuurt je bijvoorbeeld naar de kinesist toe, dan kun je ook al op zo'n papiertje zien hoeveel keer dat je naar de kinesist moet gaan. En nog allerlei informatie, bijvoorbeeld waarover dat de klachten zijn en al, dat de kinesist dan weet ook van perfect, kijk, daaraan moeten we werken. Maar ik ga jullie nu laten, ik zie jullie allemaal straks gestopt. Zo, hier nu ook bij de apotheek gestopt, hier in Rungst. Ik weet niet waar, daar staat hun dingen. Ah nee, dat is weer al een product. Waar staat hoe hun heten? Staat er nergens op. Nee, staat nergens op. Ik zit dus in de apotheek van Rungst en daar gaat mijn schatje nu de juiste medicatie halen. En ja. Hopelijk is dan de pijn ook weer al wat zachter. Dus, ja. Dan op naar mijn thuis, dan op naar nog naar Evelien toe voor een klein blitzbezoekje. En dan ga ik weer ook terug naar huis doen. Want ik begin ook terug weer al wat moe te worden. Ik blijf ook vechten tegen de pijn, tegen de... noem maar op. Ik zie jullie allemaal straks terug hè, in de volgende fragment. Ik dacht eens om eens iets heel leuks te doen. Ik zit hier onder de grote ring van Hasselt. Ik sta hier dus veilig en wel onder een brug. Want als jullie naar de lucht kijken... Damn you, één geflitst naar het ander. Ik kan niet verder wandelen, of anders word ik echt nat. Want nu sta ik echt... Ziet, hier is mooi Ottie Lane. En ik zal eens even blijven filmen naar de lucht toe. Dan zien jullie ook dat het een naar het ander geflitst is. Voilà, ze daar weer al. Dus ik moet een klein beetje gaan focussen naar Ginder toe. Dat zit ook zo aan mij te knagen. Zo echt gaan terug gaan storm te jagen. Dat was ook een van mijn favoriete hobby's vroeger. Dan ging ik ook echt pal uit de richting. Dan ben ik zo gezien in Wallonië terechtgekomen voor onweters gaan te spotten en al. Ja. Zo ook in Peer terechtgekomen, ook zelfs in Nederland ben ik ook al terechtgekomen, en in Duitsland ben ik ook al terechtgekomen. Ja, wat hè. Ziet, als je het te goed ziet, hè, die wolken die gaan precies allemaal naar boven toe. Echt, zie dat hoe mooi die lijn daar is, wauw. Echt schoon, schoon om te zien. Maar wel jammer genoeg geen flitsen. Plus, ik word niet nat. Maar het probleem is, ik wou naar hier komen. En ik wou dus over deze railing gaan. Maar er zitten wel vies dikke spinnen tussen. En ik haat spinnen. Dus, maar ja, genoeg onweer nu gezien. Zie, dus daar heb je ook nog zo'n hele mooie lijn. Dus ik ga daar ook eens even zo blijven. Dan zie je ook het geflits. Ziet dat dus? Wauw.
En een mooie QR-code te scannen het in. Mensen, scan het in. Het is echt meer die kant gelegen dat het onweer is. Het zijn wel mooie flitsers. Ik zal het zo zeggen, mooie flitsers. En nu komt hier wel regel veel verkeer in één keer door. Dus ik ga ook terug richting mijn schatje. Het is wel schoon om te zien. En wat hier ook zo heel schoon is om te zien, is hier heb je ook een waterval. Waterval of een koe! Nee. Dat is echt veel geflits. Dankjewel om me wat verlichting te geven. Kunnen jullie eens op zo'n plaat zetten? Kop jullie zo'n plaat zetten, terwijl dat jullie gaan vallen. Het is heel mooi, de onweerders en het geflits. Dus, ik hoop dat jullie het er hebben van genoten van het... Allee, van het... Van het geflits. Of van de flits, ik weet het niet. Ja, geflits, voilà. Van het geflits. Ik hoop dat jullie het ervan hebben genoten. Ik ga hier terug richting mijn wagen kruipen. En dan, ik ga er niet echt gaan opjagen. Dus, ik heb pas ook een ongeval gehad en al. Ik heb ook nog last van mijn rug. Ik heb last van mijn nek. Nu ook met deze vochtig weer heb ik er meer last van. Mijn vriendin heeft er ook meer last van. Dus gaan we het ook niet echt gaan opzoeken om ook nog ons pijn nog verder te hebben. Dat is niet de bedoeling. Voilà. Maar ik hoop dat jullie wel van het geflits van boven. Voilà. Het geflits van boven hebben we wel timmers hebben kunnen genieten. Voilà, ik ben eens even op locatie geweest voor jullie. Zo mensen, ik ben terug thuis aankomen, veilig en wel. Ik had ook naar Q-Music gestuurd van dat Stefkes. Toch moesten waarschuwen, want soms als ik naar huis reed, was er zeg maar 50 meter, zelfs minder. Maar wel situatie, hoe de lucht is, man. Maar de onweerders zijn wel per geluk gestopt. Ik ben wel helemaal kletternat voor naar binnen te lopen. Dus ik hoop dat jullie wel van het geflits hebben genoten. Meer kon ik ook eigenlijk niet gaan doen. Maar nu ga ik straks van nog wat opruimen. Was het onweer gedaan, Dimitri? Nee, ik hoor ze nog allemaal knallen. Juist op tijd. Dan kom ik naar mijn pompbak. Ik ga nu echt geen water gebruiken. Ik ga me ook niet douchen. Want dat is het gevaarlijkste wat je ooit kunt doen. Je douchen in een onweersbui. Niet doen. Alsjeblieft niet doen, mensen. Of, ik zal zeggen, de medemens. Ik ga er gewoon iets weggooien. Voilà. Dan heb ik hier nog een deur. En daar ga ik nu direct naar binnen toe, want ik moet ook even naar de toiletten. Yeah. Moet ook gebeuren, hè. Toen ik hier wel aankwam, was wel mijn slaapkamerlicht aan. Strange. Maar ik ga nog eens één keer eens even kijken buiten. Hoe het is. Zie je dus.
Ik hoop dat jullie nog een fles gaan zien of zo. Want ik ben onder de camera aan het kijken en jullie ietsjes nog hoger dan mij. Maar ik wil wel nog één flits zien. Come on! Flits dan! Flits! Flits dan toch onweer. Bestaat er eigenlijk een onweersliedje? Dat weet ik dus eigenlijk niet, hè, als er daar bestaat, zo'n onweersliedje. Kijk, en als ik mijn camera wil gaan draaien, dan zal er weer al een flits zijn, hè. Dat is zo altijd, dat is typisch. Voilà, daar is een hele lichte flits geweest, als jullie het zagen. Een hele lichte flits. Maar het was niet voldoende voor mij. Maakt niet uit. Dankjewel voor het te melden, want ik heb het doorgegeven ook aan Q-Music dat het echt redelijk gevaarlijk is, ook op de baan. Weet je wat? Jullie mogen mijn voice memo eens horen, beluisteren, wat ik eigenlijk ook eens heb gezonden naar Q-Music. Wacht hè. Even kijken als jullie het gaan horen. Ik ga het even helemaal... de volume openzetten, voilà. Even voor de automobilisten te waarschuwen. Regio Hasselt, Sint-Truiden, Alken. Hevige onweersbuien, dus matigt alsjeblieft jullie snelheid aan. Want de zicht is maar soms beperkt tot 50 meter. Dankjewel voor de veiligheid van de burgers. De veiligheid van de burgers. Ik heb er wel niet eens keer eens in mijn filmpje groeten Psycho gezegd of zo, maar wel in een voice memo. Ik stond aan de kant toen ik dat heb opgenomen, want op dat moment was het echt de zicht heel beperkt. Heb ik mij even aan de kant gezet en toen heb ik ook die voice memo dan opgenomen om te zeggen van hey, wil. Want ik zag wel nog een en ander wel gekken op de baan. Die toch tegen 120 km per uur. Dan denk je van je eigen van... Het is toch watergladheid nu? Waarom matig je dan uw snelheid toch niet aan? Of wilt je het er eens onderuit gaan of gaan beginnen te slippen? Voilà. Maar ja, ik ga jullie nu laten. Ik ga ook nog een beetje naar de kleine kamerke toe. Dan... ga ik nog wel wat serie kijken. Ik weet nog niet juist wat. Maar ja, maakt niet uit. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat een nieuwe vlog, video of een livestream is. En voor de rest zeg ik altijd... Yo, 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 yo,